poppodium Volt in Sittard stond zaterdag 10 januari in het teken van de Limburgse popwedstrijd Nu of Nooit. In 5 voorrondes strijden 25 acts om een optreden op Pinkpop dit jaar. In de laatste voorronde streden 5 bands uit de regio Sittard-Geleen om een plek in de finale die op zaterdag 21 februari in muziekcentrum De Bosuil in Weer plaatsvindt. Welcome to this rock and roll show. Nu of Nooit is een bandwedstrijd voor iedereen die muziek maakt in Limburg en daar meer mee wil. Dus dat wil laten zien aan de provincie. En de grote hoofdprijs is natuurlijk het optreden op Pinkpop. Ja, en er zijn niet heel veel muzikanten die daarvan zeggen dat willen we niet. Dus daarom geven heel veel mensen zich natuurlijk op. Wat zijn de verwachtingen van vanavond? Want ja, Sittard-Geleen blijkt toch vrij veel talent te hebben. Ja, Sittard-Geleen heeft heel veel talent. En niet alleen Sittard-Geleen, heel de provincie. Maar de volgende vanavond, die is in het poppodium Volt. En daar speelt lokaal talent. De verwachtingen zijn hoog. En ik heb de andere voorrondes natuurlijk ook gezien. Veel verschillende soorten muziek. Veel niveauverschil ook. Dus het kan alle kanten nog uit. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. En waar kijkt de jury naar? Ja, de jury die kijkt naar, volgens mij naar of het een beetje uniek is wat er gebeurt op het podium. Naar de presentatie, naar de techniek, hoe er gespeeld wordt. Interactie met het publiek. Maar goed, dat zijn echt van die vaktermen waar de jury zich vooral mee bezig zal houden. En waar ze ook heel veel verstand van hebben. Dus dat moet je aan de jury vragen, denk ik. Maar wel veelbelovend vanavond. Zeer veelbelovend. We gaan het zien. Het is echt iedere voorronde is weer een verrassing. Je ziet veel nieuwe bands. Je ziet ook bands die je al eens eerder gezien hebt die enorm gegroeid zijn. Het kan echt alle kanten op. Dus ja, ik ben benieuwd. Jury vanavond, kunt u wat vertellen wat de verwachtingen zijn van vanavond? Ja, hoog gespannen, toch wel. Ja, het is de laatste voorronde en alle voorrondes, ik was echt bij elke voorronde eigenlijk wel verrast. Ook door verschillende genres, maar ook gewoon over het niveau. Dus ik ben nu ook echt heel benieuwd wat tijdens de laatste voorronde gaat gebeuren. Dus de jury is in elke ronde hetzelfde? Ja. 5 stuks in totaal. Want Sittard-Geleen heeft nogal wat talent, dus ik ben benieuwd wat vanavond brengt. Ja, ik ook. Het leuke is, ik ken geen enkele band van vanavond, dus voor mij is het ideaal. Ik ga gewoon luisteren en kijken. Ik heb ook geen vooroordeel of ik heb nog geen mening. Ik heb ook expres niks beluisterd van geen enkele band, dus ik ga gewoon staan en luisteren. Waar wordt specifiek op gelet? Bij de band, wat is belangrijk? We letten vooral eigenlijk op de show of de band gewoon het publiek beter pakken. En of het fris is en van nu. En dat er echt met liefde en plezier en passie muziek wordt gemaakt. En of het dan technisch geweldig goed is of gewoon wel oké, dat is eigenlijk minder relevant. Maar het gaat wel of zo'n band gewoon zo'n zaal kan bespelen, in ieder geval ons weten pakken. En dat vinden wij echt wel heel belangrijk. Is het niet lastig na al die rondes om dan nu nog objectief een oordeel te geven, omdat je toch al die andere bands gezien hebt? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, we beginnen gewoon elke keer opnieuw. En we maken notities en er zijn gewoon 25 bands. Dus die zijn alle 25 eigenlijk gelijkwaardig tot de laatste noot geklonken heeft. En dan gaan we ook pas alles langs elkaar leggen en bekijken welke band of welke act ons meeste indruk op ons heeft gemaakt. En dan kiezen we daarvan 5. En of misschien zijn het wel alle 5 van vanavond of niet. Dat is echt, als ze alle 5 ons vanavond van de sokken blazen, ja, dan hebben we misschien wel een probleem. Ik weet het niet. Het valt mee. De
band Son A was een van de 5 kanshebbers. Onze muziek, electro-rock, dus dansbaar, maar wel knallend eigenlijk. Ja. En zenuwachtig voor dadelijk? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, dat, misschien straks, maar nee. Nee. En hoe zie je kansen in? Nou ja, 1 op 25 denk ik, hè. Ja, ik bedoel, het is, met een, het is een jury die beslist en dan ben je overgeleverd aan hun mening, aan hun kijk. En, ik heb geen idee, 1 op 25, dat is ook een zin. Waarmee denk je dat jullie de jury kunnen overtuigen om door te gaan en wellicht misschien te winnen? Ik denk dat wij in ieder geval wel een unieke sound hebben, in ieder geval binnen de Limburgse grenzen. Dus alleen al op basis daarvan laten we iets anders zien en horen dan de jury denk ik nog toe heeft gezien en gehoord. En het zit goed in elkaar als ik even zo vrij mag zijn. Maar nee, we zijn er wel uniek. Ja. En al eerder meegedaan dan Nu of Nooit? Ja, dit is de 4e keer. Ja, ja. 2 keer in de finale gestaan. En nu wordt het Nu of Nooit. Zeg maar. Ja, dus nu moet het eigenlijk lukken. Ja. Dit wordt ook wel echt de laatste keer, denk ik, toch? Ja. Ja, denk het. Pin me er niet op vast. Maar is het altijd al een droom geweest om op Pinkpop te staan? Nou ja, ik denk dat dat voor iedere muzikant wel een droom is. Dat is niet voor mij of voor ons echt zeg maar de reden dat we het Nu of Nooit meedoen of mee hebben gedaan. Is natuurlijk wel te gek om die kans te krijgen om het te doen. Maar ik denk dat Nu of Nooit gewoon meer een hele goede katalysator is om echt verder te komen, zeg maar. Veel naamsbekendheid, veel optredens op leuke plekken. Dus nee, Pinkpop is niet zalig maken, maar wel cool. Is het altijd al een droom geweest om op Pinkpop te staan? Ja, ik denk wel dat... Ja, een droom is het wel, ja, om op Pinkpop te spelen. Dat is wel... ik denk voor ons allemaal. Ik spreek even voor iedereen, maar ja, dit is toch wel een festival waar je als kind naartoe bent geweest. Of kind, puber. En waar je wel heel graag zelf wilt spelen. En kunnen jullie wat vertellen over de band en wat voor muziek jullie maken? We spelen alternatieve rockmuziek. We willen vooral dat lekker in het gehoor ligt. Dus catchy nummertjes met waar we in variëren. Dat zijn wat maatwisselingen en wat rare accentjes. En dat vinden we leuk. De sfeer zat er goed in. Het publiek was enthousiast. Wat vind je van vanavond? Ik vind het eigenlijk heel erg goed wat ik tot nu toe heb gezien. Ik kwam eigenlijk niet per se voor die band zoals ik tot nu toe heb gezien. Maar wat ik tot nu toe heb gezien bevalt eigenlijk heel erg goed. Voor wie kwam je eigenlijk? Sona, de laatste band. Ben je daar fan van? Of, Ja, niet per se fan. Ik hou wel van hun muziek, maar dat is vooral omdat er een paar vrienden in spelen. Of bekenden. Wat vind je van de sfeer? Heel erg goed. Wat verwacht je? Wie denk je dat gaat winnen? Als je tot nu toe... Ik hoop zo een aqua gunfactor, maar dat de beste maar mogen winnen. Ben je al vaker bij Nieuw of Nooit geweest? Ja, de laatste 3-4 jaar ben ik altijd wel hier geweest. Ja. Hier in Sittard tenminste. En wat vind je van het niveau? Goed. De band Seymour Sex won de voorronde Sittard. Zij staan dus op 21 februari in de finale en maken dus kans op een uniek optreden op Pinkpop. Dank jullie wel. Heel veel plezier in de rest van de avond nog. Tot ziens, hopelijk het volgende week.